De titel van het boek dat ik heb gekozen is Het Grote Misschien. Ik zelf weet dat nog niet, maar ga er naar op zoek. Jullie moeten dat zeker ook doen. De komende minuten ga ik jullie vertellen wat Het Grote Misschien is voor een jongen die zijn leven spannender wil maken en zijn leven thuis achterlaat om op een kostschool te gaan. Het boek Het Grote Misschien is geschreven door John Green. Door de naam van de auteur zal je wel misschien opmerken dat hij geen Belg is. John Green is een Amerikaanse schrijver. Het boek zelf is ook origineel in het Engels geschreven, maar is vertaald naar Nederlands door Aleid van Ekelenbinders. John is 44 jaar en heeft het boek uitgebracht op 3 maart 2005. Het genre van het boek is vriendschap slash liefde. Beide worden in het boek verwerkt op een spannende manier. Nu meer over het boek. De hoofdpersonage, Miles Halter, vertrekt van Florida naar een kostschool. Miles weet veel over de laatste woorden van beroemde mensen. Maar één zin springt er bij hem uit. Dat zijn de laatste woorden van een dichter genaamd Rabelais. Het grote misschien. Vandaar ook de titel van het boek. Op de kostschool leert hij zijn kamergenoot Chip, oftewel kolonel, kennen. Ze zijn snel goede vrienden geworden en gaan veel avonturen aan met hun twee. Via Chip leert Miles een meisje genaamd Alaska kennen en wordt verliefd. Maar wil niks doen, één, omdat het misschien de vriendschap verpest, en twee, omdat Alaska al een vriendje thuis heeft. Buiten Alaska wordt de vriendengroep steeds groter. Tukami en Lara leren ze ook kennen en worden lid van de vriendengroep. Samen doen ze veel stunten dat tegen de regels zijn, zoals alcohol drinken, roken en meer. Dit maakt hun ervaring op de kostschool veel spannender. Het boek zelf bestaat uit 2 delen. Ervoor en erna. Tussen ervoor en erna gebeurt er iets vreselijk. Alaska sterft in een auto-ongeluk en de andere 5 blijven achter met heel veel vragen. In het deel erna gaan ze op zoek naar het hoe en waarom ze stierf. Hoe ze dat uitzoeken, moeten jullie zelf achterhalen. Het boek is voor mij interessant omdat het veel over vriendschap gaat en er spanning in zit. Een boek moet voor mij interessant genoeg zijn om mij wakker te kunnen houden en het genre van dit boek zorgt daarvoor. Het boek heeft mij ook aangezet om dit misschien in de originele versie eens te lezen, dus in het Engels. Misschien is dit ook iets voor jou. Probeer het zeker.